De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: degene die het recht van een moslim afpakt met zijn hand, hij zal verplicht naar het hele vuur gaan. En het paradijs is haram voor diegene. Een man die zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam: al is het iets weinigs, o boodschapper van Allah. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam die zei: al steel je een stokje, het hele vuur is voor jou verplicht. En een jannah is voor jou haram. Zo erg is onrecht in de islam. Tot wanneer? Totdat deze zonden verrekend zijn. Of door hasanaat te betalen en sayyi'aat te ontvangen. Of door te branden in het vuur, wal'iyadu billah, totdat je gereinigd bent van deze zondes. En sommige moslims die zeggen van: ja, maakt niks uit. In het ergste geval ga ik even branden in het vuur en dan ga ik naar het paradijs. Het is niet aan jou, beste broeder, beste zuster, om te bepalen: maakt niks uit, ik ga even branden in het vuur. Pak maar een aansteker en kijk of je dat even volhoudt als je alleen je vinger verbrandt. Laat staan als het je hele lichaam is. Wetende dat het helle vuur, Jahannam, 70 keer heter is dan het vuur van deze dunya. En dit is ook wat de Yahud zeiden. De Joden die zeiden: het vuur zal ons slechts een paar dagen raken. Allah Azza wa Jal die zei in de Koran: hebben jullie een belofte? Hebben jullie een afspraak gemaakt met Allah? Allah die zal zijn belofte dan zeker nakomen. Allah Azza wa Jal die doet niet aan beloftes niet nakomen. Of zeggen jullie slechts over Allah wat jullie niet weten? Dus niemand moet denken, zoals de shaitan soms bij ons influistert: een paar dagen branden en dan ga ik toch wel naar het paradijs. Wallahi, wie zegt dat deze paar dagen slechts een paar dagen zijn? Want zonden die zijn een weg naar de koffer. Misschien is Allah zo boos op jou wanneer jij iets steelt van een moslim, of wanneer jij een moslim onrecht aandoet, dat je vervloekt wordt, wal'iyadu billah, en dat je daardoor een kafir wordt, omdat Allah boos op jou is en omdat Allah jou niet wil. Want dat is de betekenis. Kijk, zolang iemand leeft en iemand is een kafir, inshallah kan diegene zich bekeren. Dus je weet niet zeker hoe diegene eindigt. Maar ook wanneer iemand moslim is, diegene kan nog altijd kafir worden. Dus je moet altijd bang zijn op de woede van Allah. En hoe komt die woede van Allah? Dat komt door jou zelf als je een grote zonde verricht. Kleine zonde kan iedereen verrichten. Dat is geen toestemming om het te doen, maar het kan gebeuren. Allah Azza wa Jal zegt in de Koran: الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمْ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. Allah Azza wa Jal zegt in de Koran: degene die de grote zondes en verdorven zondes vermijden, behalve de kleintjes, de vergiffenis van jouw Heer is groot. Maar wanneer je een grote zonde verricht, beste broeder, beste zuster, zoals zina, gemeenschap hebben buiten het huwelijk of voor het huwelijk, zoals riba, het consumeren van rente, zoals moord, een liquidatie, zoals drugs, zoals alcohol, dat is echt een grote zonde bij Allah Azza wa Jal. Allah kan dan zo boos op jou worden dat je eindigt als kafir, wal'iyadu billah. Dus pas op voor de zonde, barakallahu fikum. En trek vooral een grote, rode, dikke lijn bij de grote zonde. En een van de grootste zondes, dat is dus onrecht. Dat is dus het plegen van onrecht. Iemand anders iets aandoen. Dat is een van de grootste zondes bij Allah Azza wa Jal. Pas hiervoor op.